We zijn vandaag te gast bij de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij. Zij bestaan dit jaar 30 jaar. En dat werd deze week afgesloten met de ondertekening van een overeenkomst voor maar liefst 200 miljoen euro aan nieuwe fondsen. Aan tafel Mirjam Drachstra. U bent statutair directeur Capital en u gaat dus over de fondsen bij de BOM. Maar eerst even terug naar dat stukje geschiedenis. 30 jaar. Hoe zijn jullie begonnen? Ja, 30 jaar inderdaad. 30 jaar geleden ging het niet zo goed in de Nederlandse economie en zeker niet in Brabant. En toen is vanuit die achterstandsgedachte het initiatief ontstaan om geld bij elkaar te brengen, mensen bij elkaar te brengen, om die economie als het ware opnieuw een boost te geven en nieuwe initiatieven te ontwikkelen. 200 miljoen, ik krijg het bijna niet over mijn lippen. Heel erg veel geld. Dat is inderdaad veel geld. Publiek geld, dat realiseren we ons heel goed. En dat gaat op verschillende manieren besteed worden. Het is een groot innovatiefonds, 125 miljoen. Wat echt bedoeld is voor investeren in innovatieve ondernemingen. Een cleantech fonds, gericht op nieuwe clean energieën. En natuurlijk een energiefonds gericht op de uitrol van bewezen technologieën om de CO2-uitstoot in Brabant terug te dringen. Wie kan er nou aanspraak maken op die fondsen? Welke bedrijven? Nou, als ik even specifiek kijk naar het, innovatiefonds, dat zijn bedrijven met innovatieve programma's, innovatieve ideeën in een aantal belangrijke sectoren zoals we die in Brabant hebben. High-tech systems natuurlijk, maar ook life science en life tech. En ondernemingen die een verschil willen maken, die een verschil kunnen maken voor Brabant, die willen groeien. En bij voorkeur ook nog een bijdrage leveren aan de maatschappelijke uitdagingen. We hebben daar een heel mooi voorbeeld van. Dat is IME Technologies in Geldrop. Dat kent u vast. We gaan even samen naar een filmpje kijken. Ja. Ik denk dat dat ook veel vragen oproept. Hè? Mensen zien dit filmpje nu en die denken, ik zit hier op de bank, ik ben ook een ondernemer. Hoe kom ik bij de BOM terecht? Dat gebeurt al heel veel doordat wij zelf in het netwerk zitten en ook gebruik maken van onze netwerkpartners, denk aan Rewin, denk aan Brainport, denk aan de Vijf Sterren Regio's, die werken allemaal met ons mee om de goede initiatieven te vinden. Bedrijven kunnen zich natuurlijk ook gewoon bij ons melden, ook via de website, maar ook door onze mensen op te sporen. En vervolgens gaan we aan de slag aan de hand van een businessplan. Het is natuurlijk heel belangrijk dat er wel een degelijke basis ligt, juist omdat we de risico's goed moeten beheersen, dat er een degelijke basis ligt onder de plannen waarmee men een financiering of een investering wil aanvragen. Ja, want dat is wel mooi. Het is de vraag die je dan denk ik heel vaak krijgt, is het nou een subsidie of een investering? Ja, die vaak wordt de vraag niet eens gesteld, maar neemt men zonder meer aan dat het subsidie is. En dat is wel heel goed dat men zich dat realiseert. Nee, het is echt een investering. Wij kijken daarna zoals iedere marktpartij daar ook naar zou kijken. Dus we doorlopen het proces met goede afwegingen, due diligence onderzoeken, investeringscommissie die daar iets van moet vinden. Want het is publiek geld, hè? Ja. Dat is dus een enorme verantwoording. Ja. Ja, en dat betekent ook dat wij in onze portefeuille mix zullen kijken naar bedrijven waar we hoger risico oplopen, die gecompenseerd moeten worden, ook met minder hoge risico's. Per saldo moet uiteindelijk het bedrag intact blijven. En het is dus, de opdracht is aan ons om dat goed te managen en ook heel goed, heel secuur te kijken waar investeren we wel in en waar niet in. Als je internationaal wil scoren, moet je ook internationaal competitief zijn. Ja, een belangrijk element bij de waardering van de ondernemingen waar wij in investeren is juist ook die opschaling, is die internationale component. En het liefst investeren wij ook in ondernemingen die internationale expansie opzoeken. Laatste vraag. Hoe is het als vrouw in een mannenwereld om op zo'n dikke portemonnee te mogen zitten? Het voelt zo lekker. Wij realiseren ons heel goed, u zei het ook al, we realiseren ons heel goed dat dit publiek geld is. Dat is een verantwoordelijkheid die wij iedere dag heel serieus nemen. Dus we zijn er ook extra alert op, maar tegelijkertijd geeft het ons wel heel veel voldoening dat wij deze opdracht van de provincie mogen gaan uitvoeren. Een feestje, dat gaat gevierd worden, ook nog het hele 2014 in. Ja. Heel veel succes. Dank u wel voor dit gesprek. Tot ziens. Dank je wel.